Het is een goedkope manier om de samenleving qua agrarische ondernemers gewoon op te ruimen. Dat is wat ik ervan vind. Brussel geeft groen licht om grote stikstofuitstoters in de veehouderij uit te kopen. Veel van die uitstoters zitten in onze provincie, voornamelijk rond de Veluwe. Door de toestemming van Europa kan er een nieuwe stap in het ingewikkelde stikstofdossier worden gezet. De plannen om boeren uit te kopen, in eerste instantie alleen als boeren dat willen, liepen keer op keer vertraging op. Dat komt omdat Europa toestemming moest geven voor de regeling. Nu is dat dus geregeld. Dit is ook goed nieuws voor de provincie Gelderland, die de boeren namens de overheid moet gaan uitkopen. De provincie zegt blij te zijn met het nieuws, maar wacht het officiële besluit nog even af. Daarnaast zegt de provincie nieuwsgierig te zijn naar hoe de regeling er precies uitziet en wat de voorwaarden zijn. De vraag is natuurlijk ook of boeren het zien zitten om vrijwillig te stoppen. Voor degenen die stoppen willen is het een ideale regeling. Ik heb er niks aan, want ik denk ook onderaan de streep dat ik het via de belastingen weer terugbetaal. Dus het is voor de overheid een vestzak broekzak verhaal. Het is een goedkope manier om de samenleving qua agrarische ondernemers gewoon op te ruimen. Dat is wat ik ervan vind. Aan de andere kant zijn er ook boeren die wel rijkhalsend naar de regeling uitkijken. Agrarische adviseurs zeggen al langer dat er tientallen Gelderse boeren in de rij staan om uitgekocht te worden, omdat dat voor hen nou eenmaal aantrekkelijk is.